Bakkaal, op één been kunnen niet staan. Saf, ik denk niet. Mag ik meedrinken? Nog een fijn proeven. Ja! Huh? Later aan de dekker. Waterslagers, is het nieuwe huisreglement nog niet doorgedronken in uw infantiel kokkerke? Geen alcohol meer, was er gezegd. Tijdens de diensturen. En wat is dat? Bier, luitenant. Ja? Bier, luitenant. Ik dacht dat kolonel de Brand een grapje maakte. Ja. Een grapje? De kolonel. Waterslagers! Voortaan mogen jij drinken buiten uw uren. Kom, lever het al uw bier maar in. Al uw bier! Luister aan dus. Concentratiekampen waren toch gesloten na Wereldoorlog 2? Hey, kop op, man. We hebben misschien een veldslag verloren, maar niet een oorlog. Hè? En, het goede soldaat houdt altijd een beetje munitie achter de hand. Nog geen koffie? Nee, mijn dagschotel en camouflage. As! Nu is het oorlog. Hè? Ik ben een brave man, maar van mijn dagschotels moet eens afblijven. Ik haat het leger, hè? Die mannen die zijn niet goed wijs. Je mag 8 uur aan een stuk, iedere dag zonder dagschotels. Weet jij hoe lang dat is? Ja. 480 minuten, 28.800 seconden. Misschien kunt je een streepje strekken. Als dat zo is, dan vraag ik aan kolonel de Brand om part-time te werken. Ah, dan kan ik in de vrijgekomen uren mijn achterstand pintjes inhalen. Sergeant Waterslagers, waar gaan we naartoe? Naar u, kolonel. Ik wou u iets komen vragen. Nee, Waterslagers. Ik trek het alcoholverbod niet in. Ah, nee, dat is het niet, kolonel. Ik wou komen vragen om part-time te werken. Part-time? Party-time, bedoelt u? Of hè, het is een begin. Part-time werken toegestaan, Waterslagers. Ik zal de papieren zo rap mogelijk in orde brengen. Kolonel, jij weet niet wat een plezier dat je mij nu doet. En jij mij, Waterslagers. Hoe minder je mij voor de voeten loopt, hoe beter. En als je buiten komt, dan zet je in het vervolg uw muts op. Daar moet ik op drinken. Zeg, en uw Carmen, wat gaat die zeggen als ze hoort dat jij deeltijds gaat werken? Mijn Sjoeken zal dat wel begrijpen. Oh. Zie dus, dat is allemaal voor ons bolenke. Ja, en dat is assortie met ons mami. Oh, dat gaat schoon. Sjoeken. Alsjeblieft, zie. Ja, wat heb je nu weer uitgestoken? Ik? Ja. Oh, niks. Waar haal je dat nu uit? Allee, zie. Dan deze heb je mij 2 weken geleden meegebracht, toen dat je met je zatte botten tegen een brievenbus hebt gereden. Ja. En dan deze vorige week, toen dat je onze Nero samen met de was in de droogkast hebt gestoken. Ja. En wat is het nu weer? Ah, niks om kwaad over te zijn. Ah, nee? Nee, echt niet. Ik denk zelfs dat je blij zult zijn. Allee, moet ik het eruit kloppen? Hè? Ik ga altijd spreken. Wat lief, zeg dat nog eens. Sjoeke, ik ben dat leger spuugzat. Hè. Altijd maar in de pas lopen, orders uitdelen, bevelen, slikken. Dat wil dus zeggen dat je minder gaat verdienen. Klein beetje, maar nog meer dan genoeg. Ja, maar hoeveel is dat dan? Zeker nog €850 per maand. Oh, en dan moeten wij mee rondkomen. Jij werkt ook bij Boma? Ja, voor een aalmoes. Oh. Maar ik wil van het leven kunnen genieten, hè. Ik vind dat jij al meer dan genoeg geniet, hè. Commentaar. No. Ze dat part-time werken, maar uit uw kop. Nee, luister nu toch eens naar mij. Zeg. Ik wil voltijds werken, maar niet meer in het leger. Ik wil hogerop. Daarom ga ik een job zoeken in mijn vrijgekomen uren. En een job waar jij ook wel zult bij varen. Allee. Ja. Sjoeke, jij wilt dus carrière maken. Ja, jij en ons neerroken mogen toch niks tekort komen? Oh nee, Sjoeke. Ja. Geef dat bier dan maar rapier. Ja, als je hogerop wilt, moet je nuchter blijven. Zatlappen, die maken geen carrière. Oh, Sjoeke. Oh, Sjoeke, Sjoeke. Ja, ja.
jongen, jongen. Ja. Het is niet omdat je kiekers bent dat je met de kiekers op stok moet gaan. Hela, dat belooft voor de training, hè? Ja. Paulientje, die slaapt de laatste tijd zo slecht, hè? Oh. En die drinkt dus 3 flesjes per nacht, hè? En dan verliest ze nog eens 10 keer dat tutje. Je staat moedig, hè? Nee, als je denkt dat je op café een nieuw job gaat vinden... Ik zal vanaf morgen alle werkaanbiedingen uitplaatsen. Ah, ja, allemaal. Wat is dat er allemaal? Hè? Hebben ze u eindelijk buitengeschot in het leger? Nee. Ik ga vanaf nu deeltijds werken. Ja. En in zijn vrije tijd gaat hem op zoek naar een nieuwe job met doorgroeimogelijkheden. Met wat? Of anders. Wat voor job zoekt je? Ah, een job die bij mij past, hè? Ah ja, Pascalke. En dat schot op. Bierprover dus. Ja. Je weet wat ik gezegd heb, hè? Zatlappen maken geen carrière. Ja, Xavier, je zult iets anders moeten drinken. Oeh, ja, maar je kunt toch rap een nieuw vat steken? Nee, de brouwer is vandaag niet geweest. Zijn vrouw moet bevallen. Ai, wat een rotdag. Ja, en ik heb nog meer slecht nieuws. Oh. Vanaf morgen is het café ook donderdagavond gesloten. Dat kun je niet doen, hè? Het is donderdag wel training, hè? Ja, dan traint je maar woensdagavond. Als ik weet niet veel voetbal is op tv. Ja. Waarom moet dat café nu dicht? Omdat Maurice en ik wat meer tijd willen hebben voor elkaar. Oh. Ja. En dus wordt een donderdagavond onze avond. Onze soirée privée. Oh. Hey. Niet dat ik mij daarmee wil moeien, hè. Maar wat moet ik mij daarbij voorstellen bij zo'n soirée privée? Pascal en ik, wij gaan... Maurice. Ik zeg altijd, als ik het niet mag zeggen, dan gaat je het niet weten. Hey, maar hier, dat is het, hè. Ik heb de ideale job voor Xavier. Het café. Pascal en Maurice meer tijd voor elkaar. Ja, maar. En het café moet geen extra avond dicht, hè. Xavier. Ja, wat denk ervan? Ja, maar voor mij is dat oké, hè. Maar ja, daar zit mijn chef, zich. Oh, je moet naar mij niet zien. Voor mij is dat goed, hè. Voilà. Merci, Sjoeke. Dat is dan afgesproken. Mag ik dan ook nog een keer iets zeggen als dat bleef? Als voorzitter en proprietair. Zeg, alsjeblieft. Xavier, als cafébaas? Ja. Allee, dat zal schoon worden, hè, Carmen? Iedere avond zat de vent in uw bed. Wow. Oh, daar is geen gevaar voor. Merci voor het vertrouwen, Sjoeke. Ja. Ik ga mij zo'n alcoholtest kopen, hè. Ja. En dan laat ik mijn ventje iedere avond blazen. En oh nee, als er 1 promille te veel in zijn bloed heeft, hè. Oh. Niks heb ik nog te zeggen in mijn café. Alles wordt boven mijn hoofd beslist. Ja, Maurice, zeg die afspraak van vanavond dan maar af, hè. Allee, Pascal. Onze vrienden kijken er zo naar uit. Ja, ik heb geen goesting om hier te staan dansen als het café vol zit. Maar ik snap het probleem niet. Waarom mag dat nu niet geweten zijn? Omdat de kampioenen met Carmen op kop ons gaan uitlachen. Trouwens, ik ga me hier geen minuut op mijn gemak voelen als ik weet dat hier ieder moment iemand kan binnenkomen. Dan hangen we een bordje op de deur, niet storen. Oh, alsof de kampioenen zich daar iets van aantrekken. We doen in onze privé toch wat we willen, zeker? Zelfs partnerruimte. Allee, Maurice. Dat is toch waar? We moeten aan niemand verantwoording afleggen. Ik vind dat we moeten mee doorgaan. En Peter en Heidi gingen ons juist nog wat nieuwe bewegingen leren. Nee, Maurice, ik win het niet. En als we ons nu eens terugtrekken op de mansardekamer. Daar hebben de kampioenen niks te zoeken. En dan kunnen we ongestoord onze gang gaan zonder pottenkijkers. Wat denk je? Allee, bon, het is goed. Maar dan achter gesloten deuren. Hè? Ik wil niet betrapt worden in volle actie. Oh. Ah, Xavier, je bent er al. Yep. Allee, dan kun jij direct aan je eerste werkdag beginnen. Ja, wat moet ik doen? De limonade in de cola aanvullen, glazen spoelen, de tafels plakken, veeg die maar af met de schotelbot. Ah, ja, en heel café moet gedweild worden. Is dat al? Ja. Of nee, gisteravond heeft er iemand heel het wc ondergekotst. Geef die ook maar een goeie beurt. Het wc? Ja, Xavier, dat is die pot met dat gat bovenaan en die bril. Moet ik dat allemaal alleen doen? Het café gaat wel open binnen een half uur. En wel een reden te meer om er vaart achter te zetten. Allee, Ingrid, mars! Nee, Billy. Zeg, en je poetst toch je tanden na elke maaltijd, hè? En je wast u toch iedere dag, hè? Billy? Hallo? Nee. Dat is straf. Hij heeft gewoon neergelegd. Nee, ik heb neergelegd. Oh. Dat is hier nog altijd een serieus bedrijf. En die lijn moet vrij blijven voor belangrijke zaken. Voilà. Ja, maar dat telt ook voor u, Carmen. Ja, maar dit zijn belangrijke zaken, hè? Oh.
Xavier, zeg, weet al iets meer over Pascal à soirée privé? Sjoeke, ik zeg dat liever niet. Xavier, je gaat mij dat nu vertellen of moet ik een keer tot daar komen? Maurice en Pascal doen het met een ander koppel. Wat doen ze met een ander koppel? De ding is, partnerruil. Lief, Maurice en Pascal, die doen een partnerruil. Op de mansardekamer. En Maurice heeft Pascal moeten overtuigen, want Pascal was bang betrapt te worden in volle actie. Oh, merci, Xavier. Wie had dat kunnen denken van die twee, zeg? Dat kan ik toch moeilijk geloven, een partnerruil. Nou, dat is toch echt niks voor Pascal en Maurice? Wie zegt dat? Ja, het is daarom dat die zo geheimzinnig doen. Het is duidelijk dat ze daarvoor niet durven uitkomen. Hè. Ik schaam mij in haar plaats. Ja, zeg, wat gaan de mensen hiervan zeggen? Jij gaat dat toch niet rondstrooien, hè? Ja, maar zeg, allez, het mens is toch vrij om te doen en te laten wat hij wil, ja. Als Pascal en Maurice nu een partnerruil willen gaan doen, so what? Dat is voor hun zaak. Allee, wie zijn wij om ons daarmee te bemoeien? Het was nog te denken dat je daar zo zou op reageren. Ja, ga rap eens vragen of dat je een keer mocht meedoen. Ik? Met die oude taart. En naar een petit papa voyeur. Allee, zag met de ma vie. Wacht eens. Met een goede copain, u moest ik juist gehad hebben. Oh ja? Ja, ik heb... Via vernomen dat jij Pascal een nieuwe hobby hebt, hè? Jij weet dat. Pascal gaat niet blij zijn. Ze wou absoluut niet dat iemand het wist. Ja, daar kan ik inkomen. Daar kan ik inkomen, want de mensen die babbelen zo rap tegenwoordig, hè? Maar mij zult je daarover geen verkeerd woord horen zeggen, hè? Jammer. Mensen moeten kunnen doen en laten wat ze willen, hè? Er heeft iemand daar problemen mee. Ja, sorry, hè? En dat komde jij mij nu hier speciaal vertellen. Weer zelfs. Ik kom u vragen of ik vanavond een keer mag komen meedoen. Jij? Ik wist niet dat jij daarin geïnteresseerd bent. Ik dacht dat je mij beter kent, kameraad. D'ailleurs, de mens moet van alles een keer proeven in het leven. Mijn gedacht, hè? Het is wel voor koppels. Dat is geen probleem. Allee. Wie moet ik meebrengen? Geuze zat, hè? Hier, Lulu. Als die begint te jodelen, kameraad, of Bibi, hè? Dat is een beetje meer qua qua bloep bloep, hè? Of Kiki. Wie wil de pakken? Maakt mij niet uit. Hij zal ons maar amuseren. Maar Pascal, die is er ook nog. En eerlijk gezegd, ik weet niet of zij het gaat zien zitten om samen met u... Allee. Pascal en ik, maar we kennen elkaar al jaren. Je zult zien, die gaat direct meegaan op mijn ritme, kameraad. Misschien. Ik zal eens met haar praten. Jij gaat dat fysiek toch aankunnen, want je gaat zweten. Heb je mij al een keer goed bekeken, kameraad? Vrouwen zijn het hevigst, hè. Het is altijd van, we gaan toch nog niet stoppen, zeker? Laat ons de joepie-joepie nog eens doen. Mijn gedacht. Stik kapot ben ik, hè. Ik heb 2 uur geslapen vannacht. Goh, ik hou dat echt niet meer uit. Mijn hond had de belangen zoveel aan Brasti gehad. En dan... Allee, zeg. Goh, die luier zelf, die smeert zo slecht uit. Ja, mijn bieke. Tandpasta. Oh. Ja, voilà, dat komt door de vermoeidheid, hè. Ja. Ik zal kijken. Koekoe. Ah, dat ben ik Doortje. En hoe is het met mijn Paulientje? Beter als met uw dochter. Ja. Maar mag Paulientje vanavond niet bij u komen? Ja, maar dan kunnen Mark en ik eens eindelijk uitslapen. Vanavond? Oh, Bieke, dat komt heel slecht uit. Ja, we kregen een paar vrienden op bezoek. En om wat bij te praten in een kaartje te leggen. Ja, wiepen. Kijk, Pascal, wat jij in je privéleven doet, hè, dat gaat me niet aan. Maar dat had ik nu toch echt niet van u verwacht. Hè? Nee, je moest beschaamd zijn. Uw dochter is een wrak en jij denkt alleen aan uw persoonlijk plezier. Zeg, Maurice en ik, wij mogen toch ook wel een verzetje hebben, zeker? Oh. Maar hoort u zelf nu toch eens bezig? Ja. Hoe zijt jij zo losbandig kunnen worden, jij? Doortje, losbandig? Ja, ik wil het eigenlijk allemaal niet weten, hè, Pascal. Bieke, Paulientje mag altijd bij ons komen logeren. Echt? Ja. Oh, Doortje, dank u. Jij bent een echte vriendin. Dus we komen ze dan ophalen rond 6:30? En jij? Ik hoop dat God het u gaat vergeven, want ik kan het niet. Nee. En ik ook niet. Oh. Ah.
Dus nu een koffie, een pintje en een zak chips. Niks zeggen, paprika. Of nee, pickles, een stuk chocola, wit met nootjes. Een koffie, een pintje, een zak paprika met witte nootjes. Oké. Serieus, blijf mijn vleugje toch? Ja, maar ik heb je dat vleugje daar straks toch al gegeven. Zie je ergens een glas staan? Ja, maar je mag blij zijn dat ik een geduldige mens ben, hè? En je zult uit het flesje moeten drinken, want de proper glazen zijn op. Mooi, zee. Bij me dan Pascal was het servies nog wat beter. Allee, koffie, hoe marcheert dat spel hier weer? Je moet op die knop drukken. Pascal, er komt weer geen druppel koffie uit dat spel hier, hè? Ja, je hebt er vanmorgen toch water in koffie opgedaan. Moest dat dan? Controleer je water toevoer. Ja, we konden dat straks niet gezegd hebben. Ja, vraag dan of je thee mocht brengen, hè? Hé, dat zeg. En ziet hij in toog eens? Ja, zeg. Maar dan Pascal, eerst ik moet dat flesje drinken, zeg. Oh, ik moet nog veel leren, hè. Ja, Pascal, kun je dan nu niet heel even meehelpen, want ik toch echt heel druk, hè. Sorry, Xavier, geen een tijd. Ja, maar later, hè. Veel succes, hè, Xavier. Ja, vanavond moet je nog betalen. Oh, maar ik heb je daar straks betaald. Ik heb een euro 70 op de toog gelegd. Oh, kom, zeg. Jij hebt het zelf in de schuif gestoken. Ja, sorry dan, vername. Ik weet niet meer waar mijn hoofd staat. Oh, man. Xavier, de bestelling, is die nog voor vandaag? Ja. Alleen, er is geen koffie. Is thee ook goed? Graag rozenbottelthee. Rozenbottelthee. Is ijsthee ook goed? Nee. Boma weet het. Oh, en wel, dan gelasten we onze dansavond gewoon af. Is dat niet wat overdreven? Boma zal het echt niet rondvertellen. Maar hij wil wel vanavond komen meedoen. Wat lief, Balthazar hier? Oh, nee. Ja, waarom niet? Hij ging zelfs al voor een partner zorgen. Oh, een paar borsten op stelten zeker. We zouden hem er echt een groot plezier mee doen. En Peter en Heidi gaan dat zeker niet erg vinden. Boma is toch de kwaadste, niet? Nee, Maurice, maar wel de vettigste. Ja. Pas op. Allee, zeg. Ja. Atootje, hardpapflesje. 210 milliliter water, 7 schepjes poeder. 1 minuut op 350 watt in de microgolfoven. Ah, heb ik dat al gezegd? Nog maar 7 keer. Kunnen wij gaan? Ik zou niet graag een aftrap voor die match missen. Ah, en vergeet daar echt zeker niet voor te lezen voor het slapen gaan uit haar boekje van Moestie. En haar been in haar linkerhand. En in elk neusgaatje moet ze 3 druppels hebben. Ja. Doortje, zijn we weg, want dan staan we hier morgen nog. Hè. Dag. Als jij nu nog eens zo'n idee hebt om te babysitten. Ah, hé. Ja? Waar ligt mijn porto? Ja, Sjoeke, ik ben bezig. Zeg, je zou beter wat minder lippenstift gebruiken. Zeg. Krijg dan maar van die glazen. Zal jij, salut. Ja, dag mannen. Zeg, verstaat jij eigenlijk iets van sommige mensen? Hoe? Ja, je moet toch goed gaan zijn om je vrouw te willen ruilen voor zo'n auto's gelijk Pascal. Sjoeke. Bah. Heb je al ene coureur over de meet weten komen op Luna Wevelo? Ja, maar in bed is dat juist hetzelfde, hè? Ja. Dan zal ik ook stilletjes aan gaan uitkijken voor een nieuwe velo, zeker. Ja! Wie valt er altijd plat voor de finish? Café, je mag het café sluiten. Ja, er komt vanavond toch geen volk meer. Allee, heb jij soms een glazen bol? Na een jaar caféhouder, Carmen, weet je dat? Geef toch toe dat je geen pottenkijkers wilt op uw soirée privé. Ah, wel ja. Mogen wij een klein beetje privacy, alstublieft? Ja. Pascal, als die glazen gespoeld zijn, zijn we weg. Ja, doe dat morgen maar. Die glazen die zullen niet gaan lopen. Oké. Ja. Dan drink ik toch 1 dagschoteltje. Ik sta al meer dan een dag droog, hè. Xavier, ja. Je hebt jaren genoeg gehad om reserves aan te leggen. Dag, Xavier. Ja, dag, Pascal. Ja. Dag, Carmen. Ja, zeg. Merci. Ik had niet gedacht dat jij zo'n hevige waard. Heet konijn. Mark, slaap je al? Nee. Jij? Nee. Ik moet de hele tijd denken aan Paulientje. Ik ook. Och, maar we moeten ons geen zorgen maken. Doortje heeft toch ook voor Billy gezorgd? Maar dat is wel al heel lang geleden, hè, Bieke. En dan de Paul. Wat bedoelt je? Ja, stel dat Paulientje begint te wenen tijdens de match. Wat gaat de Paul dan doen? Oh, allee, Mark, alsjeblieft. Doortje en Paul die gaan heel goed voor Paulien zorgen. Allee, probeer nu maar wat te slapen. Ja. Slaap wel. Slaap wel.
Doortje, die gaat Paulien toch haar vitamine hebben gegeven. En dat hebben we voorgelezen uit dat boekje van Moestie. En die zullen toch weten dat je een baby niet op haar buik mocht laten liggen? Dat weet ik niet. Haha! Allee, arbiter, dat was penalty! Ja, dat was penalty, zeg! Allee! Paulientje slaapt ernaast. Ja, ja, maar zeg. Zeg, wilt je alsjeblieft opnemen? Ja. De tremmerie? Ah, Beke. Ja, 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 alles is in orde hier, hè. Ze slaapt. Nee, 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 niet op haar buik. Ja. Slaap wel. Ja, en? Ja, al Beke, ze wilde weten hoe dat was met Paulientje. Ik zeg, ja, alleen, kom aan, geef die pas. Voorzitter, alleen! Wie nu weer? De tremmerie. Ja, Beke. Doortje heeft haar vitamintjes gegeven, ja. En ze heeft ook nog proper pamper aangedaan en haar knuffel naar de linkerhand gegeven. Zeg, slaap wel, hè. Maar moet jij Beke nu zo afsnauwen? Het is gewoon ongerust. Dat verstaat je toch? Kom aan, doorgaan. Maar alleen, loop, prikken, maar die kan nog geen bal aan zijn voet houden. Alleen, toch. Voilà. Maar wat doe jij nu? Ja, als Beke ons niet gaat kunnen bereiken, dan gaat ze zeker ongerust zijn, hè. Ik wil rustig naar mijn voetbal kijken, ja. Dat gaat, ja. Ik ga. Allee, waarom pakken die nu niet op? Er zal toch niks gebeurd zijn? Maar nee. Of toch? Wat? Ja, trouwens kan in brand staan, Beke. Dan kunnen ze de telefoon niet opnemen. Of er zijn inbrekers die hen hebben vastgebonden. Of waterschade. Dan kan het... Oei. Dat is hier precies een gevangenis. Ook al leeg. Sjoeke, ik ga slapen. Nu al? Ja. Kijk je niet mee naar Lord of the Strings? Ik ben veel te moe, maar jij mag blijven kijken zo lang als je wilt. Slap wel. Ja, slap wel. Nee, ook, hè? Ja. Ja. Heidi. Pascalke. Ja. Peter. Maurice. Peter. Dag, Maurice. En, heb je het goed gevonden? Ja, dat kon niet mislopen, hè, met zulke uitgebreide wegbeschrijving. Ja. Ja. Komt je mee? Moeten we niet wachten op Boma? Ja, Maurice. Maar we kunnen ons toch al gaan klaarmaken. We verwachten nog een bevriend koppel dat ook wil meedoen. Ja, dat is leuk, zeg. Dat valt nog af te wachten. Kom je mee? Waar is Paulien? Paulientje? Waarom eens, hè? Het is toch niet uit haar bed gevallen? Nee, zeg, nee. Ik versta niet meer van die commentaren, hè. Zijn jij niet beschaamd? Pauline wint de ziel uit haar lijf en het enige wat u interesseert is die stomme voetbal. Lieke, is dus volledig over haar toeren, hè. Er is echt niks gebeurd, hoor. Ah, nee? En waarom weent ze dan? Ik heb haar mishandeld. Enfin? Nee, ze is wakker omdat jij ze juist hebt wakker gebeld. Ah, ja. Je hebt het ook nog zelf gedaan. Oh. Kom, Paulientje, wij gaan naar huis. Ja, en we gaan u nooit meer achterlaten bij die stoute mensen hier. 2-0. Go, 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 go! Jongens, jongens, jongens. Fernand, laat eens zien dat je burgers in hebt, hè. We zullen die bandiet zijn bekomst schuil geven.
Blijf staan! Bewegen tegen de muur! Tegen de muur! Oh, Xavier, maar ik dacht dat jij een inbreker waard. Wat doe ik hier nog zo laat, zeg? Een pint komen drinken. Als ik nog binnen geraak, hè, want door mij zo te doen verschieten, heb ik mijn sleutel laten vallen. Madame Pascal die vindt dat goed, dat jij na sluitingstijd nog een pint komt drinken. Het is ook mijn café nu, hè. Oh nee, het is niet waar. Oei, oei. Werk aan de winkel, Jos. Ja, lap, ik kan weer koude frieten kunnen eten. Heren, de mannen. De mannen, zeg. Nog zo laat op stap? Ja. Jij toch ook? Ja, ik had nog dorst en ik dacht, ik ga nog rap een pint drinken. Ja. Maar je ziet toch dat café gesloten is? Ah, ja, maar ik heb een sleutel. Ja, hij heeft een sleutel. Met zo'n breekijzer krijg je alle deuren open, hè, Jos? Allemaal, Paul. Allemaal, hè. Ja, maar ik heb echt een sleutel, hè. Ja. Ik heb die hier laten vallen, zeg. Nu vind ik die toch niet meer terug, zeker? Ja, maar dat is nu typisch een excuus van een inbreker die betrapt wordt. Oh, no. Oh nee. Hola. Ik ben geen inbreker, nee, ik ben ook geen inbreker. Ik wandel dan hier toevallig langs. En als jij op stap zijn, er altijd een koevoet onder uw arm, of wat? Nee. Ik... Maar ja, zeg. Je moest maar eens een nagel tegenkomen, hè, Jos? Ah ja, natuurlijk. Voor mij als ik had te krabben, hè, Paul. Kom, mannetjes, pasjes. Ja, maar wacht. Ja, die zit in mijn andere jas thuis. Ja, de mijne is ook thuis. Maar dat is daar. Waar dat licht brandt, hè. Daar. Ziet er niet goed uit, hè? Nee. Kom, mag eens mee naar het bureau. Kom, ik kom hier al 19 jaar. We zijn er, hè. Heel dicht tegen onze papi kruipen. Hé? Ja, dat was lekker warm, hè. U was. Zo, ze. Sta bij, Jonke. Wat is dat? Oh, de bandiet. Ze, die is weer niet geniep gaan pinten drinken, hè. Wacht tot dat hem thuis komt, hè. Oh. Ja, wat is het? Politie? Ik heb niks misdaan, hè. Xavier Waterslagers. Ja, die ken ik, ja. Die ligt naast mij, in bed. Ja, ik zal toch wel weten wie dat er naast mij slaapt, zeker. Hoort hem eens snurken, mijn ventje. Ja? Fernand Kostermans? Nee, die ken ik niet, nee. Nee. Maar steek ze maar alle twee in de bak, ja. Weet je wat jij zei? Een leugenaar. Xavier Waterslagers ligt thuis in zijn bed te slapen. En Fernand Kostermans kent ze ook niet. Je gaat dus alle twee hier moeten blijven, hè? School. Man. Miserie, hè? Maar niet. Zo dicht. Oud dik. Voilà. Zeg, Valken, zeg jij zeker dat het hier is? Nee, gedacht. Kom, Pascal. Morrie. Oh, zeg, die moeten wij nu nog hebben. Hallo. We hebben ons aan Boma PDC van de boomavleesindustrie. En de... Ah ja, Maurice, ja. We zijn juist gearriveerd. Hè. Ja. Het is goed, ja. Maar kom. Ze wachten boven op ons. Kom, allemaal samen. Ja, dat is hier. Begin maar, mensen. We zullen wel invallen. Je zult het vandaag wel alleen met een hoedje moeten doen. Ja, ik dacht dat we gingen... Wat, Balthazar? Niks. Is dit je gedacht van de onvergetelijke avond? Salut. Ja, dat werkt niet.